Op dit ogenblik worden we ermee geconfronteerd dat de werkgever vandaag drie mensen heeft aangezegd dat dit hun laatste werkdag is. En dat ze de zaken die aan de waardetijd toebehoren per direct moeten inleveren. Wat is de reden hiertoe? De reden is niet aangegeven. We testen even zoveel in duister als u. Om welke medewerkers gaat het? Van welke afdeling? Van verschillende afdelingen. Het gaat om... In ieder geval zijn het allemaal personeelsleden van de redactie. Het gaat allemaal om journalisten. Waren deze mensen in tijdelijke dienst? Nee. Het gaat om mensen die al van wie de contracten... Want er is gezegd dat hun contracten niet verlengd worden, maar op dit ogenblik kan er niet gesproken worden over contractenverlenging, omdat het zijn allemaal mensen die in vaste dienst zijn. Het zijn allemaal mensen die, als ik het goed heb, houdt u me dat te goede, maar als ik het goed heb, zijn het mensen die om en bij 9 jaar in dienst zijn. Wat is de reactie van de rest van het personeel? Ik ben heel erg blij op dit ogenblik, tot op dit ogenblik, dat ik alleen maar reacties van solidariteit heb opgemerkt. Dat is ook de reden waarom we konden overgaan tot meteen actie ondernemen. De actie die vanuit het personeel is gekomen is dat we de tent meteen hebben gesloten. Tegelijkertijd, goed journalistiek werk vereist dat ik ook de namen graag zou willen weten. Zou je die kunnen prijsgeven? Ik denk dat het voor de mensen om wie het gaat op dit ogenblik niet fijn zou zijn om de namen prijs te geven. Dus ik zou je willen vragen om me te ontslaan daarvan. Hoe verder? Gaat er een gesprek zijn tussen de bond en de directie? Dat hopen wij, want natuurlijk, het is niet ons doel om slechts actie te plegen, zeg maar. Ons doel is dat arbeidszekerheid geldt. Dus we hopen dat de directie tot inkeer komt, dat de directie met ons kan praten en dat we verder kunnen op basis van dialoog.